Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. Op 23 september 2004 overleed André Hazes. Precies 20 jaar later organiseerden enkele diehard fans een herdenkingsbijeenkomst. Amsterdam Televisie was erbij. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Hoe koud is het nou? Hartstikke koud. Heel koud. Vertel eens, hoe was dat 20 jaar geleden? Ja, ik was thuis en ik hoorde het. Ja, een hele schrik. Je weet gewoon niet wat je overkomt, zo'n grote zanger. Hoe lang ben je nou al fan? 20 jaar of langer? Een echte fan ben ik korter, maar ik hield wel van zijn muziek. Nou, weten mensen meestal waar ze waren toen iemand, een bekend iemand, overleed. Maar waar was jij toen André overleed? Thuis. Hoorde je het op het nieuws? Ja, ik hoorde het op de radio, geloof ik. Ja, dat weet ik nog wel goed. Hoeveel platen heb je nou van hem? Of platen? Ja, het zullen allemaal DVD's, CD's zijn. Ik had al zijn LP's. CD's heb ik er niet zoveel gekocht. Heb ik er wel een paar van. Maar zijn LP's had ik allemaal. Wat is nou eigenlijk het mooiste nummer, vind je zelf, van André? De vlieger geeft mij maar je angst. We gaan een ode geven aan onze held, André Hazes. Je gaat zingen? We gaan straks in Rivière gaan we zingen. Okay. Maar als je wilt, kunnen we hier bij het Belt ook wel gaan zingen, hoor. De eerste keer dat je kleine jongen luistert samen met je vader, arm in arm, weet je wel. Als het dan zo goed is tussen jou en je vader. Ja, dat zijn mooie dingen. Die man die blijft zo'n belangrijke rol spelen voor iedereen. Die Nederlandse muziek een warm hart toedraagt. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben die man ontzettend dankbaar. Al het moois wat hij gemaakt heeft. En ik denk met ons ook al deze mensen. Bloed, zweet en tranen. Onder welke naam treedt u op? Shaheen. Dat is mijn eigen naam. Shaheen. Ja. U bent van Nederlandse afkomst? Mijn vader kwam uit Iran en mijn moeder is Nederlands. Tweetalig opgegroeid thuis. Dat is geweldig. Zeker, absoluut. Heeft de Smartlap, André noemde het zelf levenspop, maar heeft de levenspop die André zong, heeft dat ergens nog verwantschap met Iraanse muziek? Dat wil ik niet per se zeggen, maar... Qua melodie? Qua melodie, ja, ik denk dat... Qua beleving? Qua beleving, zeker, want de mensen, het zit in hun hart. En ook als je nu naar Iraanse concerten gaat, bijvoorbeeld van artiesten die 20, 30 jaar geleden populair waren. De mensen zingen allemaal alles mee, woord voor woord. En dat is exact het gevoel wat wij ook allemaal met André Hazes hebben en hadden. Kunt u zich nog herinneren waar u was toen u hoorde dat André was overleden? Ik was toen toevallig in Kopenhagen. Ik zat in een internetcafé, wat je toen nog had. Ik zat het Nederlandse nieuws een beetje te volgen. Toen zag ik voorbij komen dat hij helaas was overleden. En toen enkele dagen later, op 27 september 2004, ben ik ook in de arena geweest bij de herdenking. Blijft tot de dag van vandaag blijf ik het een van de meest indrukwekkende evenementen vinden die ik ooit heb gezien. Of het nou om muziek of sport gaat. Het was kippenvel met 50.000 mensen in die arena. Onbeschrijfelijk. Hij heeft dat heel mooi verwoord. Ik heb de zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol. Het strand bezaait met mensen. Wat valt er nog te wensen? Voor mij begint nu echt de lol. We gaan hier vandaan gaan we langzaamaan richting Rivière. Rijnstraat 11. En als we daar zijn, dan gaan we dus allemaal mooie liedjes luisteren. Ik heb hier een liefstallige dame. Waar komt u vandaan? Ik ben Kim Hazes. Ik kom uit Nieuw Amsterdam. Dat is een dorpje bij Drenthe. 2 uur heen gereden hier. Helemaal te veroveren om naar André te komen? Ja. Dat Kim Hazes is natuurlijk een artiestennaam, neem ik aan. Dat wil ik allemaal privé houden. Nou, dat maar privé. Ja. Ik zou bijna wat gaan denken. Nee, wij zijn hier altijd rond zijn sterfdag en verjaardag zijn we hier ook geweest. Bij Riviera. Voor de 20e keer dan eigenlijk. Ja, wat, hij is 20 jaar dood.
Hey, niet voor de 20ste keer, wel vaak, maar niet voor de 20ste keer. Je bent misschien net 21, denk ik. Ik ben 22. 22, dus je was 2 jaar. Daar kun je je niks van herinneren, neem ik aan. Mevrouw, toen ik 2 was, nee. Maar wanneer is dat virus hazes, of dat hazesvirus moet ik eigenlijk zeggen. Wanneer is dat toegeslagen bij jou dan? Nou, ik heb het al mijn hele leven al. Vanaf zo klein heb ik het al. Ja. Maar hoe kwam dat dan? Ik weet niet beter. Ik zing al vanaf kleins af aan en altijd hazes. Ja, André Hazes had natuurlijk een prachtige stem. Het is ongelooflijk wat hij uit die strot gooide terwijl hij rookte, hij dronk. Maar hij gooide het eruit. En echt geweldig. Zing je zelf vanavond? Dat liedje waar je het net over had? Nou, ik had eigenlijk iets al, een ander nummer in mijn hoofd, een kleine jongen. Gaan we daar nou luisteren? Je bent op deze wereld, dus zou je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk, dus tegenspoed in ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het mooiste duurt, geloof me maar. Dit leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd, want je hebt het tijden vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij, dan zul je gelukkig staan. Tell you that I love you.
Limburgs, dames en heren. Hoe is mooi. Slaap je al, ik wilde nog wat kwijt. Ah ja? Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik. Want alleen is maar alleen. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Wat ik zeggen wil is kort, maar menen. Ik ben zo blij dat jij hier bent. Oh, daar gaat ie. Tuur, 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 tuur. Oh, tuur, 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 tuur. Ik was jaren vrijgezel. Zat daar alleen in een hotel. Want ik wist niet wat het was om verliefd te zijn. Wat moet ik nu nog zonder jou begeren? Ah. Kus mij en zeg dat je van me houdt. Ja, ja. Ik wilde zilver, maar jij hebt nu goud. Als ik naar je kijk, word ik alweer. Wat moet ik nu nog zonder jou? Ogen zeggen zoveel tegen mij. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. In het leven. Oh, wat moet ik zonder jou? En dan gaat hij tuut 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 tuut. Oude kranten, ja dat is de baas. Geen open hart, maar een warmte voor een verwarmingsbaas. En af en toe heb ik werk. En af en toe begrijp ik wel. Gotta go pick a flesh.
Van je vriend, aan uur zijn dat wordt heel.
Ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek. Zeg jij maar eens. Ik heb niet de droom aan. Al die belichten in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond. Ik vind het heel hard. Ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf heel hard. Zeg weg nu die angst, ik wens de dag. Dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu angst, ik geef je de hand. Oh, terug, geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies. Vind ik een snel in de weg met jou. Kijk mij nu eens aan, deze niets. Je mag eens zwijgen, het valt weer zwak. Maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lang. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop. Oh, terug, geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen. Snel in de weg.